In de tweede klasse heeft Antwerp geen vervolg kunnen breien aan de overtuigende overwinning van vorige week in Luik. De Great Old kon op de Bosuil niet winnen tegen de laatste in de stand en dat is Ronse. Het had nogthans een makkelijke avond kunnen en moeten worden op de Bosuil. Ronse bakte er tot dusver niks van in de competitie. 0 punten uit 6 matchen en een doelsaldo van min 11. Een hapklare brok dus voor de Great Old. Althans, dat zou je denken. Ronse had hoe dan ook weinig te verliezen gisteren en trok van bij aanvang een dubbele verdedigingsgordel op. Het balbezit zo uiteraard bijna constant voor Antwerp. Maar telkens stuitte het net voor de 16 op die dubbele Oost-Vlaamse afweer. Tisha mag hier bijvoorbeeld makkelijk 3-4 man passeren. Maar tegen dan staan er alweer 8 nieuwe klaar. Even later idem dito Emmanuel Kenmonier. De tactiek van Ronse niet lovenswaardig, wel doeltreffend. I talk all week about that they have nothing to lose. They come here, if they lose, everybody expects they lose. But if they do any better result than lose. Tot echte kansen kwamen de mannen van Svilar niet. Antwerp probeerde dan maar vanuit stilstaande fases, maar te veel Antwerpvolk is mee naar voren getrokken. Ronse ruikt zijn kans en rukt op. En zo plots 3 Ronse spelers tegen 2 van Antwerp. Romon kan aanleggen in de 16. Woti pareert eerst nog, maar Romon mag het nog eens proberen en schiet de 0-1 in de verste hoek. Antwerp wordt droog gepakt op de counter. We had a free kick from 14 meters. En ik weet niet waarom ze allemaal gaan en de keeper boxt de bal en op een moment zijn er 3 tegen 2. En dan was ik schouting waarom ze allemaal gaan. En ik zie de bal in goal in het net. En ik zie niet echt really hoe het gebeurt. Comme contourné, je dis, c'est nouveau un goal comme ça, où bon, je fais un arrêt, puis la bal revient et elle rentre finalement. C'est pas de chance, c'est dur. I say always, keeper must organize a defense, keeper must organize midfield also. He must shout. And I cannot believe that can happen, that we play 3 against 2. They have 3 and we 2. That's impossible. Impossible, because it's not good organization and not discipline. Ronse plooide vanaf dan zo waar nog meer terug en een onmondig Antwerp vond geen oplossing. De gevaarlijkste man was Darko Pivaljevic, maar echt dreigend was het allemaal niet. Al moet King Darko hier misschien te veel uitwijken. 0-1, halfweg. Na de pauze dan onmiddellijk een reuzekans voor de ingevallen Kevin Oris, maar hij schiet onbesuisd over. En op het uur een vrije trap met Tibor Tisha. Doelman Deklat, Pivaljevic en uiteindelijk Thomas Fibel zetten de 1-1 op de borden. Het is wel degelijk Fibel die vanuit de kluts als laatste zijn been tegen de bal zet. De tweede van het seizoen voor de Fransman. Antwerp had dan nog een half uur om orde op zaken te stellen. Maar het was ook exact dat half uur wachten op deze kopbalkans van Oris. Zijn bal vliegt over. Het bleef dus 1-1, tot groot ongenoegen van het publiek. Is the atmosphere now in the dressing room? Yeah, atmosphere is good. Yeah, good. It's not good, you know. It's everybody knows. You know, we are all disappointed. You know, but life go on, competition go on, and we have to go for. We have to look for the next game. We know what we missed today, but we have to go on. The fans weren't happy today. Yeah, but they're not happy. It's easy to be fans from Barcelona and Real Madrid. They win every week. You know, I'm really yeah. I'm disappointed in how we play, you know, but also they start shouting from the first minute, you know, after a few mistakes, you know, this is the new team, you know, we need support, if they want to support, if they don't want it, I don't know. It's really not easy to play when it's like that, you know. We get the goal, you know, but it was after 15 minutes, but okay, this game's at 75 minutes more, you know. But all the time, you know, shouting when you made mistakes, you know, can you imagine how that guy feels when they made mistake and when they hear from the side, you know, shame of you or the things, you know. Antwerp zakt naar de 9e plaats met 10 punten en heeft 7 punten achterstand op leider Eupen. Eupen won met 2-1 van Turnhout.